Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen. Deze video wordt een follow-up op een video die ik gisteren heb gedaan. Ik zou het leuk vinden als jullie die ook bekijken. Want gisteren moest ik weer eens vreselijk hard lachen. Wat is er allemaal aan de hand? Sorry, misschien even netjes voorstellen. Mijn naam is Vidioot en ik ben een echte fanboy. Ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld, of all time. En ik heb dit in meerdere video's kenbaar gemaakt. Deze mevrouw heeft een afschuwelijke baan. Denk je eens in, zou jij de burgemeester van Amsterdam willen zijn? Ik absoluut niet. Maar wat nou als ze mij €1 miljoen per jaar zouden betalen? Dat is vele malen meer dan wat burgemeester Halsema verdient. Zou je het dan doen? Nee, dan zou ik het ook niet doen. Oké, gewoon gek. Wat nou als je €10 miljoen per jaar krijgt? Zou jij dan de burgemeester van Amsterdam willen zijn? Nee, absoluut niet. En ik kan je nu alvast uit de spanning halen, de spanning wegnemen, sorry, al betaal je me 100 miljoen, al betaal je mij 1 miljard per jaar, ik zou nooit of te nimmer de burgemeester van Amsterdam willen zijn, want dit is een afschuwelijke stad. Deze stad is echt een shithole. En de meningen van Amsterdammers lopen uiteen. Er zijn mensen die zijn maar dol op deze stad. Nou, ik ben hier geboren en getogen. En ik ben er een beetje te oud voor. Ik ben ongeveer haar leeftijd. Zeg maar zo rond de 50. En als je 50 jaar oud bent. Ja, tenminste in mijn geval. Ja, ik vind die stad helemaal niks meer. Ik vind het te druk en te duur. Daar komt het een beetje op neer. En nog een beetje sparen en wachten tot mijn allerliefste klaar is met haar middelbaar onderwijs. En dan is het wel degelijk de bedoeling dat wij gaan vertrekken uit Amsterdam. Er zijn meer mensen die dat doen. Per jaar trekken er zo'n 40.000 gezinnen uit Amsterdam. En dat moet je maar 4 doen, hè? Papa, mama en 2 kindjes. Dus dat is 160.000 Amsterdammers. Zeggen per jaar, aju, ik ga weg. En dat zijn inderdaad gezinnen allemaal. Want ja, het is gewoon heel duur. Met 2 kinderen is het helemaal heel duur. En als je, wij hebben wel kennissen, die zijn dan gescheiden. Die hebben zelf 2 kinderen. En hebben dan alle 2 een nieuwe partner gevonden. En daar vervolgens nog meer kinderen meegemaakt. Die hebben dan, weet je wel, 4 kinderen. En 2 papa's en mama's. En de kosten die die mensen draaien, dat wil jij me niet meer weten. Heel duur en heel druk. En vies. En lawaaierig. En ik kan doorgaan. Maar goed, een van de grootste problemen die Amsterdam kent, dat is het toerisme. Er komen jaarlijks 18 miljoen toeristen naar deze stad. Er zijn maar 800.000 Amsterdammers. Dus die toeristen die verbruiken een partijtje hier in deze stad. Dat is niet mooi meer. Dat is niet mooi meer. Die verbruiken als gekken. En dan moet je denken aan energie, water, internet, voedsel, drinken en natuurlijk andere voorzieningen, tram, bus, etc. En het vervelende is dat een heel groot gedeelte van die toeristen hier eigenlijk alleen maar naartoe komt om helemaal naar de kloten te gaan. Onze media, dit is het Parool. Dat was vroeger een verzetskrant, maar nu niet meer. Die heeft het echt gepresteerd om op 8 januari een, zoals je kunt zien, gigantisch lang artikel te produceren over dit bankje. Dit bankje hier. Hier loopt de Haarlemmerstraat. Ik heb heel veel rondgang in deze buurt. Ik ken dat bankje. Ik heb daar geregeld, weet je, in het zonnetje mijn lunch.
of een sigaretje gerookt. En na kantoor borrelen met collega's, et cetera. Als je hier deze kant op gaat, de gracht over, dan kom je op een gegeven moment bij Café Thijssen. En dat was een beetje onze bedrijfshangout. Dat was een heel leuk café. Waar we ook wel met de kleine kwamen en zo. Ze was toen heel jong, echt baby. Anyway, zorgen om gevaarlijk bankje. Iemand kukelt zo het water in. En wat we hier dan krijgen is iemand van de reddingsbrigade. Die meneer die heet Walter Weg. En die wil dat bankje weg. Hier, dit bewuste bankje. Dit is vragen om problemen. Want, even kijken. Het bankje is een, kijk dat kunnen we hier zien, een boosdoener. Je hoeft me even niet op te letten en iemand kukelt het water in. Daklozen die kunnen het water in, die zijn aan het lanterfanten, zie je dat? Daklozen zijn aan het lanterfanten, die kunnen erin vallen, dat kan gebeuren. Maar ook een moeder met kinderen kan in de problemen komen. Dit bankje is levensgevaarlijk, want de afstand tussen het bankje en het water is te klein. Dan komt het, want het is een echte ramp, het is een massaslachting daar in het afgelopen jaar. We rukten de brandweer 3 keer uit voor een persoon in de Korte Prinsengracht. En 2 van deze drenkelingen zijn overleden. En de gemeente die is dan op de hoogte van dat boosdoende bankje. En Walter Weg zegt, nou dat bankje moet gewoon helemaal oprotten. Maar, dan kan er nog steeds iemand in de gracht vallen. Maar preventie is het beste. Het bankje verplaatsen, dat is zijn backup. Het liefst wil hij dat bankje helemaal daar niet hebben. Maar het bankje een stukje naar achteren verplaatsen. En dat zou dan betekenen, een stukje die kant op, zeg maar buiten het beeld van de foto. Dan krijgen we hieronder een heel verhaal waar de gemeente van Amsterdam al 2 jaar op naartoe is. Iedere keer als ze de wallen verstevigen, de grachtenwallen verstevigen, daar hangen ze ook permanente reddingstrappen op. En dan hebben ze er een specialist bij gehaald. Deze meneer heeft een fantastisch beroep. Hij heet Marnix IJsink-Smeet en hij is lector publiek vertrouwen in veiligheid. Dat klinkt bijna als een wetenschap. En dat doet hij aan de Hogeschool in Holland. En volgens mij zit de Hogeschool in Holland hier in Amsterdam. Volgens mij zitten die in Osdorp, maar ik kan dat verkeerd hebben. En wat hij dan zegt is, we weten te weinig van het gedrag van de mensen die de afgelopen jaren verdronken zijn. Nou, dat is niet helemaal waar. We weten wel heel veel van mensen hun gedrag. Namelijk, ze waren naar de kloten, mevrouw de burgemeester. Ze waren aan het drinken. En ze waren waarschijnlijk drank aan het combineren met, weten we niet, alles wat ze in hun handen konden krijgen. Pillen, kook, wiet, waarschijnlijk bergen wiet, hash, edibles, weet je wel, spacecake, gewoon alles wat ze in hun handen konden krijgen. En ja, bleven we doorgaan, dronken en donderen de gracht in. Ja, en dat is 3 keer gebeurd in de Korte Prinsengracht. Dus dat is 3 keer, dit is de Korte Prinsengracht. Dus daar ergens donderen mensen erin. En zo voorkomen logisch, want de Haarlemmerstraat is alleen maar uitgangsgelegenheid. En dit hele gebied hieromheen ook. Als je die kant op gaat, dan ga je naar de Nieuwe Zijds en richting Centraal. En als je deze kant op gaat, dan ga je naar de Jordaan en de Westerstraat. Dus het is zeg maar overal uitgaansgelegenheid daar. Het is het centrum van Amsterdam. En het wemelt daar van de coffeeshop en de cafés. Ja, er is echt een hele labtekst over dat boosdoende bankje. En dan zegt hij uiteindelijk, al die trappen en al die beveiliging en dat bankje verplaatsen, de kans is heel klein dat dit ook maar 1 verdrinking zal voorkomen. Zo zal het voor iemand die dronken in de gracht belandt bijvoorbeeld onmogelijk kunnen zijn om een trap te bereiken. Dus weet je, een hele hoop toestand om niks. 18 miljoen toeristen, RGM, mevrouw de burgemeester, in haar openingsreden toen ze de burgemeester van Amsterdam werd, toen zei ze volgens mij dat er een verwachting was
Of onderzoek was gedaan wat voorspelde dat het aantal toeristen zal oplopen tot 25 miljoen in het jaar 2030. Dus even goed opletten, dat is nog 7 miljoen van dat soort dronken wilde beesten erbij. Maar goed, 18 miljoen, twee zijn er verdronken. Dan was dit was. Gisteren, eergisteren, ik heb gisteren een video over gedaan. Een gevaarlijk bankje op Korte Prinsgracht wordt verplaatst. De bank staat gevaarlijk dicht bij het water. Zelfs de foto, zoals je ziet, maar nu van de andere kant genomen. En dan staat hier, twee van de drenkelingen zijn overleden. En als je daarop klikt, dan kom je bij dit uitgebreide artikel. Het is fantastische journalistiek. En dan staat er hier, de brandweer rukte drie keer uit. Dat is misschien ook een stukje jaloezie bij Walter Weg. Want die is van de reddingsbrigade. Sorry, hier, Walter Weg van de reddingsbrigade. Die is niet van de brandweer. Zie je? Dus misschien een stukje professionele jaloezie. Weet je wel, de brandweer redt die mensen. En wat, die kan alleen maar mopperen over het bankje. Maar goed, dan gaan we verder. De gemeente was op de hoogte van de voorvallen. En stelde een onderzoek in om te kijken of de bank inderdaad de boosdoener was. Misschien leuk om even te vergelijken mijn verhaal. Maar stel je even voor, vergeet even dat dit een bankje is. En we vergeten even dat dit het centrum is en dat dit toeristen betreft. Wij gaan verhuizen. Dat bankje, daar maken we een speelplaats van. Ergens achterin de Geuzenveld. En in plaats van drie drenkelingen te water, waarvan er twee al verleiden, maken we daar 10 gewonde kinderen van. Uiteraard allochtonische kinderen, migrantenkinderen. Die zichzelf zwaar verwonden op die speeltuin, omdat die speeltuin niet veilig is. Die is snel in elkaar gedraaid. En daar mankeren we dingen aan. Wat denken we dan? Zou de gemeente daar meteen een onderzoek komen doen? Nee. Zou de gemeente daar na een onderzoek de boel gaan repareren binnen een week? Nee, dat zou daar allemaal niet gebeuren. Dat wordt maanden huilen en bellen en gillen en bloggen en hashtag ophef. Tot er een keertje iemand komt van, ja, misschien volgend jaar of van het voorjaar dat we er wat aan kunnen doen. Maar hier dus meteen, huppatee, verplaatsen met jou. Onderzoek is uitgevoerd. Laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het bankje wordt naar achteren verplaatst en er wordt een beugel bevestigd. De opdracht is inmiddels uitgezet en zal binnen enkele weken worden gerealiseerd. Het is echt onvoorstelbaar. Twee artikelen in het Parool om een fucking bankje. Ja. Oké, we gaan beginnen met de rekensom. Dit is de rekensom. Er komen 18 miljoen toeristen naar Amsterdam. Twee daarvan zijn er verdronken in de Korte Prinsengracht. Sorry? Hallo? Oké, hij haperde een beetje. Twee. Dat gaat niet goed. Twee gedeeld door 18 miljoen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is een heel raar getal. En dat doe je dan maar 100%. En dan is dit je percentage. Dus van de 18 miljoen dronken beesten die hier naartoe komen, en dat worden er meer, mevrouw de burgemeester, gaan er twee dood. En dat is 0,000011%. Is dat. Dat is hoeveel dat is. En daar maakt het Parool, Rauna Kadari, kwaliteitskrant dit hoor. En Parool, David Hielkema, en de gemeente natuurlijk. En de gemeente, en de reddingsbrigade, en de brandweer. Iedereen maakt zich vreselijke zorgen. En gelukkig wordt dat opgelost. En dat zal binnen enkele weken al worden gerealiseerd. We hebben Bovenmaar met zo'n alerte en activistische media en zo'n alerte en activistische gemeente. Fantastisch. Super, mevrouw de burgemeester. Heel blij mee. Ik denk dat we allemaal beter slapen. Oké, okay. Wil je hier hangen op dit bankje? Wil je hier hangen aan de kade? Nou, lieve mensen, nee, moet je niet doen. En want dat weet men daar van de toeristen. En die zitten daar gewoon met hun beentjes over de rand te suipen en te doen en irritant te doen. En dan gaan de hele tijd van die bootjes erheen met allemaal mensen die amper kleding aan hebben. Die ook helemaal knetterdronken zijn en keiharde kutmuziek draaien.
Ik vind de shit al, ik zou daar niet uitgaan. En het is zeer zeker niet kindvriendelijk daar. Ja, maar goed, al die zorgen. Een bankje verplaatst. En toen zat ik daar. Ik had er gisteren een video over gedaan. Nam de boel toen al in de maling. Maar ik heb er wat langer over nagedacht. En ik denk dat we hier een beetje aan het doel, aan het voorbijschieten zijn. En toen ik vanmorgen wakker werd en ik had koffie gehad, toen heb ik een beetje het volgende uitgewerkt. Kijk eens wat we hier hebben. Wat is dat? Nou goed, dat zijn krokodillen. En aan de andere kant van de wereld, in Australië, daar wemelt het van de krokodillen. Ja, krokodillen, ze worden daar niet met uitsterven bedreigd. Het wemelt ervan. Ze zijn de number one predator. Dus in Australië wemelt het van de krokodillen. Wat wij zouden kunnen doen, burgemeester, let u op. Ja, dit is beleidsadvies. We importeren een zootje van die krokodillen, ja? Kleintjes, jonkies. Zo'n krokodil legt een hele hoop eitjes. Ja, we zouden een zootje van die eitjes zelfs kunnen importeren. En ze in een couveuse uit laten broeden, et cetera. Dat kunnen we allemaal. Artis zou zich hiermee kunnen bemoeien, daar werken krokodillenspecialisten. Dus dit is allemaal super diervriendelijk gebeuren. En wat we vervolgens doen, is zodra die krokodillen een beetje kunnen zwemmen, zetten we ze uit in de grachten van Amsterdam. En we doen er een hele zooi, gewoon het mogen er echt wel aardig wat zijn. En die beesten die worden natuurlijk binnen de kortste keren heel groot en top of the food chain. Ja. En dan hangen we van die bordjes hangen we op van, pas op, hey, crocodile sign. Kijk, die zien er zo uit. Dit soort bordjes hangen we op. Vergeet die hekken en bankjes naar achteren plaatsen. Het kost allemaal bakken met geld. Dit is veel goedkoper. Maar die ladders, die houden we natuurlijk. Het moet wel. Je moet die toeristen denk ik de indruk geven dat ze wel kunnen ontsnappen. Zoiets. Danger crocodiles, no swimming. Dat is heel normaal in Australië. Is niemand boos of beledigd over. Weet je? En zoiets voor mensen die geen Engels spreken. Ja, pas op, een hele gevaarlijke krokodil. En hoeveel kan je er kwijt? Nou, je kan er een hele hoop kwijt. Krokodillen hebben niet veel ruimte nodig. Die liggen de hele dag een beetje stil. Of dobberen in het water. Maar mocht er iemand het water in kukelen, dat is uit mijn grootmoeders tijd. Ik vraag me af hoe oud Rauwe Nak is. Ze had het hier ook over kukelen en dan had ze het over boosdoener. En ze had het over lanterfanten. Had ze het over. Het is echt back to the 50s. Back to the 50s met Rauwe Nak. Anyway, krokodillen hier in het water. Kwaak, moet je kijken hoeveel graag we hebben. Allemaal ruimte. Vinden die beesten prachtig. Je kan met sluisdieren kun je hun heen en weer gedoe een beetje reguleren. Oké, wat er aan levende wezens in de grachten zit, dat is op en dood binnen de kortste keren. Dus die beesten die zullen voer nodig hebben. Dat hoeft geen enkel probleem te vormen. We kunnen ze voederen. Daar komen een hele hoop toeristen op af. Die vinden dat prachtig om naar te kijken. Maar we kunnen ook natuurlijk vis en andere dingen uitzetten in de gracht. Zodat ze, weet je, ook kunnen jagen en kunnen doen. En dat is een kwestie van een rekensom. We zijn een hele vermogende stad. En we kunnen daar zelfs een stukje toeristenbelasting voor heffen, weet je. Het is een beschermde diersoort. Let u op, mevrouw de burgemeester. Ik weet vrijwel zeker dat als je dat voorstelt, van hey, weet je, bij die gemeenteraad van ons, dat linkse college, zegt van hey, we gaan krokodillen importeren, die gaan we uitzetten in de grachten. Dat iedereen dat een fantastisch idee vindt. En de partij die dat het allerbeste idee zou vinden, is natuurlijk de Partij voor de Dieren. En dit is hun voorpagina. Partij voor de Dieren komt met wetsvoorstel vuurwerkverbod. Ze drammen maar door. En degene die dat zegt, heet echt ouwe hand. Het wordt nu tijd voor een klap op de vuurpijl. Geestig gekozen. Ik vind het altijd mooi als politici in tweets praten. Is er niet een ouwe hand dierenpark? Zou dat familie van hem zijn?
Na jarenlange door het kabinet onbeantwoorde smeekbedes van politie, brandweer, burgemeesters, artsen, ziekenhuizen, milieuorganisaties en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, Dienst, Partij voor de Dieren, een initiatiefwet in voor een verbod op consumentenvuurwerk. We gaan ze even halen. Politie, brandweer, burgemeesters, artsen, ziekenhuizen, milieuorganisaties en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Wie kom je daar niet in tegen? Heel goed, mensen die stemmen, burgers. Maar daar is de Partij voor de Dieren ook niet voor. Die is er voor dieren, zoals bijvoorbeeld die krokodillen straks. Dan zul je zeggen, Partij voor de Dieren is niet gek. Die gaan er geen ja op zeggen. Nee, de Partij voor de Dieren is opgericht door deze mevrouw, Marianne Thieme. En zij is een hele enge religieuze freak. Zij is namelijk een zevende dag Adventist. Dat is de reden waarom ze zo pro op dieren is. Dit artikel moet je echt lezen. Dit is een artikel met Marianne Thieme. Bij EO-visie, dat is de evangelische, evangelistische oproep. Zij heeft zich zelfs laten dopen en weet ik van wat allemaal. En zij zit bij de zevende dag Adventisten. En zij is haar hele leven, 2 jaar geleden stapte de katholiek opgevoede Thieme naar een religieuze zoektocht. Dat zijn de leukste zoektochten. De Adventgemeente in het Utrechtse Huis ter Heide binnen. Vorig jaar liet ze zich er zelfs dopen en noemt zich nu vrolijk orthodox. Ik verzin dit niet, hè? Het staat hier gewoon echt. Vrolijk orthodox, dat is een contradictie al in terminis. Dat is net zoiets als een mooi kinderlijkje. Vrolijk orthodox bestaat niet. Thieme, ik ken genoeg mensen die zeggen in iets te geloven, maar dat gevoel nergens op kunnen of willen baseren. Terwijl ik juist op zoek ben gegaan met de vraag, als God bestaat, waar kan ik hem dan vinden? Ik heb geen idee hoe oud zij is. Zij is volgens mij 10 jaar jonger. En dan burgemeester Halsema en ik. Goed, de zevende dag Adventisten. Dit zijn de zevende dag Adventisten. En dit is een soort secte uit de Verenigde Staten. In Nederland zijn er 55 adventistische gemeenten en 5000 gedoopte leden. En op de hele wereld zijn er 18 miljoen leden. En ze zijn, horen bij de restaurationistisch protestantse christendom. Maar dan komt dit. Geschiedenis. Het kerkgenootschap van de zevende dag Adventisten ontstond in de 19e eeuw in de Verenigde Staten. En zij zijn gericht, vanaf de jaren 40 in de 19e eeuw, zij zijn zich meer en meer gaan richten op de profetische teksten in de Bijbel over de wederkomst van Jezus. Het staat er echt, hè. En dat kwam door een meneer die heette William Miller, want die voorspelde dat Jezus op 22 oktober 1844 terug zou komen op aarde. Dat is misschien wel even belangrijk, mevrouw de burgemeester, even goed opletten. Jezus is op dit moment niet op aarde. Vraag maar aan Marjan, die weet er van alles van. Jezus is op dit moment in de hemel. Dat is een soort onzichtbaar gebied. Anyway, daar had hij ongelijk in trouwens. Ik weet niet wat er voor belangrijke dingen zijn gebeurd op 22 oktober 1844. Maar sorry, geen Jezus. Nou, de sleutelfiguur in deze gekke secte is een mevrouw die heet Ellen White. En zij kreeg visioenen. En dat staat hier, bij voeding en gezondheid. Ellen White zou in een visioen allerlei adviezen voor een goede gezondheid ontvangen hebben, die een belangrijke rol in het kerkgenootschap, lees de secte, zouden gaan spelen. De zevende dag Adventisten houden zich aan de, het staat er echt, de spijswetten. Het staat hier. Ah, de spijswetten zijn voorschriften in de Hebreeuwse Bijbel aan de Israëlieten, welke dieren wel deze wel mogen eten en welke ze niet mogen eten. Dit is het Oude Testament. Maar goed, paardenvlees, varkensvlees mag niet. Garnalen mogen niet. En geen ongeschubte vis. En dit lijkt allemaal een beetje op kosher eten. Dat is de reden waarom ze zo dol zijn op dieren. Nee, het is niet omdat ze die dieren zoveel kunnen schelen.
Nee, het is omdat God een gek visioen had en spijswetten. Ja, dus we gaan niet dat vuurwerk verbieden vanwege smeekbedes van politie, brandweer, burgemeester, artsen, ziekenhuizen, milieuorganisaties en de onderzoeksraad voor de veiligheid. Bim al. Spijswetten, daarom gaan we dat doen. En ze doen iets met gezonde voeding. Nou ja, dat doet iedereen. En op het moment dat je kinderen krijgt, dan doe je dat helemaal. En dan komt het. Kellogg was ook de eigenaar van een adventistisch sanatorium. Dus de cornflakes, weet je? De meneertje Kellogg. Want klaarblijkelijk zijn cornflakes heel gezond. Volgens mij niet. Misschien sommige soorten, maar volgens mij de meeste zit chockvol suiker en alle andere troep. Daarom vinden kinderen het zo lekker. Dan wordt het een beetje naar. Namelijk ethiek en seksualiteit. Het is niet toegestaan een abortus te plegen ten behoeve van geboortebeperking. Vanwege het geslacht van het kind of uit gemakzucht. En bij de heftige shit, weet je, levensbedreigende situatie voor de moeder, zwangerschap ten gevolge van verkrachting of incest, dan wordt de situatie individueel begeleid om een keuze te kunnen maken. Dan trouwen natuurlijk alleen tussen een man en een vrouw. En echtscheiding mag alleen... echtscheiding wordt afgewezen. Oh, alleen als je vervreemd gaat. Buiten een echtelijke relatie van de partner is de enige geldige reden voor het aanvragen van een echtscheiding. Mevrouw Thieme was al gescheiden, trouwde opnieuw. En daar is ze inmiddels ook van gescheiden. Dus ze heeft heel veel pech gehad met partners. Die gingen allemaal vreemd. Arme vrouw, is een mooie vrouw om te zien. En dan hier krijgen we de wederkomst van Christus. Profetieën, openbaring, bla 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 bla. En wat zij denken is dat het huidige tijdperk, daar komt het, de eindgeschiedenis zou inluiden van menselijk leven op aarde. Dus dit zijn de doomsday preppers, doomsday denkers. Deze mensen denken dat de wereld vergaat. En wat ze dan denken is dat Jezus die komt terug en dan krijg je een soort global Auschwitz. Jij moet naar links, naar de hemel, en jij gaat naar rechts. Hoppatee, de gaskamer in, naar de hel. Dat is hoe zij in het leven staan. En ze werken samen met andere geflipte gekken. Namelijk de evangelische beweging. In World Evangelical Alliance. Dus dat zijn die enge clubs, de Bible Belt in Amerika. Die vanaf, laten we zeggen, het tijdperk van Ronald Reagan meer input hebben in de Amerikaanse politiek. Dat is de reden waarom daar abortusklinieken worden gesloten. En er allerlei rare wetgeving is over anticonceptie en noem maar op. Dit zijn enge clubs. En dan is er wat kritiek op deze club, me dunkt. Het homohuwelijk dus zijn niet mogelijk, zie je dat? Homohuwelijken zijn niet mogelijk. Maar ze steunen en ze spreken zich sterk uit tegen geweld jegens de LHBTI-gemeenschap. Een huwelijk verbieden is niet geweld. En ze zijn heel erg pro het fysieke welzijn van homo, biseksuelen en transgenderistische zevende dag adventisten. Stel je voor, je bent dat. Hi, wat ben jij? Je bedoelt qua identity politics? Ja, ik bedoel qua identity politics. Wat ben jij? Nou, ik ben een transgenderistische zevende dag adventist. Mijn god. Maar goed, dat is de partij voor dieren. Dat is deze mevrouw. Dit is de grote leider. De supreme leader. Het grote voorbeeld. En die kritiek die gaat dan over, jullie zijn te strikt met de Joodse wetten of zoiets. Ze hebben ook een hele sterke anti-vakbondshouding, weet je, dus arbeid. Die teruggaat naar de stelling van Ellen White dat een echte christen niet aangesloten kan zijn bij een vakbond. Want dat zijn allemaal vieze communisten en zo.
Het is heel erg goed. En dat komt dan uit het Oude Testament. In het Oude Testament staat dat jij niet bij een vakbond mag. Dus dit is een heel eng clubje, een hele enge secte. Die zich bezighouden met het einde van de wereld. En dat wordt ingeluid door de wederkomst van Jezus. En Jezus gaat dan koren van kaf scheiden. Jullie allemaal de gaskamer in, waaronder ik en mijn hele familie en al mijn buren en noem maar op. En dan een heel klein groepje, die mogen met hem naar dat onzichtbare paradijs, dat onzichtbare pretpark. Dat is de partij voor de dieren. Ja, ik weet je begrijpt wat je mee te maken hebt. Let u op, mevrouw de burgemeester. Dus dat hele plan om in die stopera geen vlees meer te serveren, maar alleen nog maar vegetarisch voedsel. En dat komt vanuit die spijswetten, komt dat. Dus het is geestig om te zien dat een piepklein, heel eng rechtsreligieus clubje zoveel invloed heeft hier in Amsterdam bij onze gemeenteraad en nu zelfs landelijk. Denkt te kunnen gaan bepalen wat goed is voor alle Nederlanders. Dus dit kleine clubje, er zijn 5.000, 5.300, nog geen 5.500 mensen die echt gedoopt zijn. Deze gekken gaan voor ons bepalen wat er op oudejaarsavond moet gebeuren. Het is vrij bijzonder allemaal. Het is een beetje, weet ik niet, een soort salafisten, een soort wahhabi, maar dan binnen het christendom. Ja, oké, gaan we terug naar die krokodillen. De Partij van de Dieren vindt het prima als wij krokodillen loslaten in de gracht. En de eerstvolgende dronken, vervelende toerist die dan te water gaat, ja, die raakt zoek. Weet je? En al die zorgen om zo'n gevaarlijk bankje, dat is een obligaat punt. Daar hoef je helemaal niet meer druk om te maken. En Walter Weg, hij is 45 trouwens. Dat is heel belangrijk dat u dat weet. Van de reddingsbrigade van Amsterdam. Die heeft al die problemen niet meer. Dan die meneer van het koffiehuis. Die zich druk maakte. Weet je, iemand zo'n druk. Die hoeft zich niet meer druk te maken. Rauna Kadari hoeft zich niet meer druk te maken. De gemeente hoeft zich niet meer druk te maken. Om die boosdoener. Die lector publiek vertrouwen en veiligheid, die Marnix IJsing, die graag wil weten wat die dronken drugsgebruikende toeristen aan het doen zijn voordat ze te water gaan. Pissen, dat is wat ze proberen te doen. Ze denken, ik pis wel even in de gracht. En dan flikkeren ze voorover, want het is donker en ze kunnen geen diepte meer inschatten. Dat is wat ze aan het doen zijn. Maar goed, ook hij hoeft zich niet meer druk te maken. David Hielkema hoeft zich niet meer druk te maken. En wij allemaal niet meer. We hoeven het allemaal niet meer druk te maken. Klaar, jij gaat water. Aan de grote borden. Ja, geen reling, geen niks niet. Gewoon grote borden. Pas op, krokodillen. Niet zwemmen. En je mag er ook van maken. Don't enter the water. Maar dat is misschien veel te lang. Heel veel van die toeristen die kunnen helemaal niet meer lezen. Want die zijn hartstikke dronken. Dus ik denk dat je moet gaan werken met simpele symbolen. Ik denk zelfs dat dit bord heel populair wordt en dat heel veel mensen er ook eentje privé willen hebben. Weet u nog, met die anti-blowverbod borden van het Mercatorplein. Het Mercatorplein werd op een gegeven moment een zone waar je geen joint mocht opsteken. Terwijl je rustig in de zon zit en een beetje aan het staren bent naar spelende kinderen. Dat werd levensgevaarlijk. Dus dat werd verboden. En toen werden er borden opgehangen waarop stond verboden te blowen. Een soort joint met een kruis eromheen. Het bord werd razend populair. Het werd voortdurend gestolen. Dus toen dacht de gemeente, hey, daar springen we handig op in. We gaan die borden privé verkopen. En wie wil dat nou niet? En wat je zult zien is, iedere keer als er zo'n incident is, hè, want er staat hier, de gemeente was op de hoogte, of voorval. Iedere keer dat er zo'n voorval is, waar de gemeente dan van op de hoogte is, weet je wat, David en de redactie van het Parool en Rauwnak zich zo druk om maken, dan zul je zien dat er echt ineens een hele spurt is, een hele run op die krokodillenborden. Oh, is er weer een toerist? Oh, shit, ik ga zo'n bord kopen, leuk. Weet je wel. En ik denk dat krokodillen in de grachten van Amsterdam hartstikke gek is. Nou, zullen er misschien wat mensen zijn die zeggen van, oh, even het water in de Amsterdamse grachten, is dat wel geschikt voor krokodillen? Ja, dat is heel makkelijk op te lossen. Dit zijn de Australische krokodil. Is een zoutwaterkrokodil.
En die zoutwaterkrokodil, die moet in zout water zwemmen. Dus het is een kwestie van uitvinden wat voor zout water geschikt is. Wat about het klimaat? Nou, de winter hebben ze het heel koud natuurlijk. Maar wij kunnen verwarming, wij kunnen dat water op temperatuur houden. Dus dat zou geen enkel probleem moeten vormen. Krokodillen zijn onverwoestbaar. Het is een dinosaurus, zeg maar. Het is wat er over is van de dinosaurus. En deze beesten hebben het gered. Ze maken makkelijk jonkies. Ze hebben geen natuurlijke vijanden in de grachten van Amsterdam. En ik denk dat dit tegelijkertijd ook voor deze mevrouw. Sharon Dijkstra, die mevrouw die heeft pas een baby gehad. Nogmaals gefeliciteerd, echte kerstbaby. Deze mevrouw, zij is wethouder hier in Amsterdam. Kijk. Zij heeft een nakomelingetje gehad, een ongelukje. En zij is volgens mij al 48 jaar oud en hij heeft er een vreselijk leuke kerstbaby bij. Ik ga niet die foto's nog een keer... Hier, 48, zie je? Oké, zij is Alida Maria Dijksma. Zij is een older person, gemeenteraadslid. En ze was een member of the House of Representatives, maar er staat niet bij wat ze doet. En dat kunnen we dan hier zien. Want zij doet transport, doet zij. Zij zit iedere zomer opgescheept. Als ze komt uit Twente, dat is wel zorgelijk. Ik geloof dat zij het allerjongste Tweede Kamerlid ooit is. Zij was echt, weet ik veel, zoiets krankzinnigs als... Dus eens kijken of we dat kunnen zien. Zij was parlementariër toen ze poepjong was. Let op, Tweede Kamerlid. De jongste Kamerlid ooit. 23 jaar was ze toen. Dus dit is een echte politieke tijger is dit. Maar goed, wat is ze nu? Hier, zij doet verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit. Het zijn allemaal dingen waar het waardeloos... Nee, sorry. Nee. Staatssecretaris van Onderwijs. Ze woonde in Enschede, ze is voor naar Amsterdam gekomen. Oké, maar al deze dingen zijn waardeloos. Verkeer van Amsterdam is een ramp. Vervoer in Amsterdam is, ik gebruik openbaar vervoer, is helemaal vol en hartstikke duur. Het water, nou daar heb ik het nu uitgebreid over gehad. De luchtkwaliteit is een ramp. Ik krap de roet van mijn raam. En op slechte dagen, als ik mijn neus stuit, zit er een roet in mijn zakdoek. Dus deze mevrouw heeft een hele pittige, hele zware baan. En iedere zomer is zij niet aan het klagen om drie drenkelingen, waarvan er twee niet meer boven water komen. Zij is de hele zomer lang aan het klagen over die plezierbootjes met al die dronken toeristen erop. De mensen die hier wonen, de grachtengordeldieren. De mensen die hier wonen, de grachtengordeldieren, die worden daar helemaal gillend gek van, want het gaat de hele dag door. Keiharde muziek op zo'n bootje. En dan een stelletje amper geklede mensen die heen en weer staan te wiebelen. Terwijl ze aan het zuipen zijn. Dat is haar grootste probleem. Dat veroorzaakt hele grote bergen overlast. Je moet sowieso niet dronken varen. Er komen allerlei andere vervelende ongemakken bij kijken. Drank, drugs, lawaai, noem het maar op. Dat kun je gaan verbieden. En je kan zeggen, nou, sorry, wij doen geen pleziervaart meer. Of hele beperkte pleziervaart in de grachten van Amsterdam, want daar zwemmen krokodillen. En net zoals ze in Australië doen, daar doen ze zogenaamde crocodile tour. Kijk, en je gelooft het nooit, maar dat gaat in zo'n bootje gaat dat. Zie je dat? En dan krijg je dit soort tafereelen. Internet is een beetje langzaam geworden, heel vervelend. Maar goed, op zo'n bootje, naast zo'n enorme krokodil, weet je, en onder de juiste supervisie. Ik denk zelfs dat we een heel leuk exchange-programma kunnen beginnen. Let u op, mevrouw de burgemeester, met Australië. Mensen zullen het prachtig vinden om naar Amsterdam te komen. En want daar kunnen ze drugs doen en drank doen, et cetera. Mag in Australië allemaal niet, hier wel. En in plaats van die rondvaartboten doen we krokodillentoeren. En we verbieden alle pleziervaart. Alle pleziervaart gedaan door, weet je wel, imbecielen die dronken zijn. En tientje per toerist rekenen. En ja, je mag meenemen en drank wat je wil. En dat bootje doet het ongeveer. Ik weet zeker dat mevrouw Dijksma daarvoor is. Ik weet zeker dat het parool
Daar wel heil in ziet. De grachtengordeldieren, die stonden ze aan te springen bij dit idee. Kijk nou hoe prachtig die beesten zijn. We weten dat de Partij voor de Dieren, die hier een belangrijke vinger in de pap heeft, dat enge clubje, die enge rare christelijke secte, die gaat bepalen wat we met z'n allen op oudejaarsavond doen. En deze, die enge christelijke secte, die bepaalt wat er gegeten wordt in de stopera. Ik zie hier een win-win. Ik zie hier een win-win. Want dit, mevrouw de burgemeester, 0,00001111% toeristen wat verdrinkt in een jaar. Dat kan zo niet langer. Dat leidt bij de hele bevolking. Bij de hele bevolking van Amsterdam. Tot grote onrust. En zoals het parool terecht stelt. Tot hele grote zorgen. Nou heeft burgemeester zelf een huisdier. Zij is een hondenliefhebber. Wij hebben katten. En ik had dat uitgelegd in een andere video. Ja, ik zit binnen met oudejaarsavond. Omdat mijn katten dat lawaai met name eng vinden. En dat is al zo vanaf dat ik 20 jaar ben. Dus ik zit al 30 jaar binnen op oudejaarsavond. Vuurwerk is voor mij iets om naar te kijken, niet om af te steken. Dat heb ik slechts 2 keer kunnen doen. Toen ik een oppas wist te vinden voor onze kat. Maar nee, wij doen het niet. Onze dochter vindt het ook zielig voor die katten. Dus die is even een half uurtje met haar vriendinnen naar buiten in de buurt. En vuurwerk, ja, dat is voor alle andere mensen die geen huisdieren hebben. Of huisdieren hebben die er tegen kunnen. Dat moet dus allemaal verboden worden door een gekke secte. Die, ja, God. Die geloven in de wederopstanding, de wederkomst van Jezus. Nou, hoe dat allemaal gaat uitpakken, weet ik niet. Maar ik zeg wel dat we krokodillen los moeten gaan laten in de grachten van Amsterdam. Want daar zijn allerlei zorgen. En ik denk dat we hier praten over een win-win-win. Ik weet zeker dat alle Amsterdammers dit te gek vinden. We kunnen voedertijden instellen. We kunnen daar met schoolklassen kunnen we er naartoe. Dreggen lijken van mensen die vermoord zijn en zo. Uit de gracht halen met politie en duikers. Dat hoeft allemaal niet meer. Daar ben je in één keer vanaf. Want er blijft niks aan over. Zo'n krokodil, die eet alles. Je kunt een belachelijk bedrag rekenen voor zo'n rondvaart door de grachten van Amsterdam. Dat wordt nu alleen maar gedaan door toeristen, weet je wel. Het kleinste huis van Amsterdam. Klik, fotootje. Aan de linkerkant ziet u het huis van Anne Frank. Klik, fotootje. Super boring. Super boring. En daar betalen ze €25 voor. Hier kun je €100 voor rekenen. En echte Amsterdammers, weet je, kinderen onder 18, Amsterdammers met een stadspas. Amsterdammers, we krijgen een soort tegoedbonnen. Ik heb bij de Albert Heijn, bij de Volmar. Weet je, Amsterdammers mogen, tegen de helft van het tarief. En mensen die op de minima, en mensen die afgekeurd zijn, et cetera, die krijgen gratis pas. En de kinderen ook. Weet je, de schoolgaande jeugd, ze moeten allemaal 1 keer naar het Rijksmuseum. Oké, en ze moeten ook 1 keer een krokodillenrondvaart doen in de grachten van Amsterdam. Als we dit een beetje indelen, is dit een win-win-win. En dan zijn we in 1 keer van al die gevaarlijke zorgen af, weet je. En kijk, oké, er zit natuurlijk één probleem aan. Namelijk, vanaf nu af aan is het zo dat als jij te water gaat in de gracht, de kans dat jij dat overleeft is 0. Want die gracht is het vol met levensgevaarlijke krokodillen. Dus wat je moet hebben is, je moet een soort 0900 of 0800, wat je wil, nummer gaan inrichten. Of een appgroep waar de familieleden van opgegeten toeristen heen kan bellen. En daar zit dan een ambtenaar. Ik zou een vriendelijke mevrouw nemen met een mooie telefoonstem. Yeah, well, we know. No, I'm sorry, ma'am. We don't know where your son is. Well, he went into the water. And no, we don't. His remains will not be dug up. Or dived up out of the canal. Well, because of the crocodiles, man. We don't want to endanger the divers of the rescue brigade. But no, there will be nothing to bury, man. Yes, we will ship back his personal belongings.
En dan krijg je toeristen die naar Amsterdam komen, weet je wel, de familieleden. Oh, mijn zoon, nou, we zijn maar dronken en stoned in Amsterdam. En hij ging op een gevaarlijk bankje zitten. En hij kukkelde het water in terwijl er een reling stond. En hij was zo dronken dat hij niet bij die reddingstrap kon. En toen werd hij opgevreten door een krokodil. En dan komen daarna, nadat die jongen hartstikke dood is, komen zijn ouders naar Amsterdam om bloemen in de gracht te gooien of wat dan ook. Wat denkt u, mevrouw de burgemeester? Ik denk dat dat een veel beter plan is dan dat bankje naar achteren plaatsen. Dit is win-win-win. Iedereen is hier gelukkig mee. Helemaal die gekken van de Partij voor de Dieren. Krokodillen in de gracht en dan zo'n bord. Dit is wat we willen. Ja, mevrouw Dijksma, hoe is het met dat vreselijk leuke babytje? Mogen we wat meer foto's zien? Een kerstbaby had ze. Wat vindt u van mijn krokodillenplan? Goed, hè? Ja. Lieve mensen, dat was hem weer. Hartstikke bedankt voor jullie tijd en tot de volgende keer.